wil hamen. Van harte welkom, zwaargewonken mensen, op deze ogen. We zijn bijzonder verheugd dat we het programma Kunst en Kitsch hier in Zwaarhoek hebben neer mogen laten streken. Laten we een schoenen op vandaag. Hou hier, hou! En ik is deze. En de grootste moeder. Als deze niet aan de deur te kraan heeft, wat is schijn? Jongen, schatje. Ik sta tussen de deur. Ja. Dan kent ze toch ook wat zonder kaken met die gelemmeteer, zet ik. Die is een gevallen. Oh, je hebt er dat ook zo hooien. Dus dan heb je de eigen klommen. Klommen? Dat is met van best wat ik roes heb. Nou, ik wist me nog vliegevig zien. Vliegevig? Ha! Een onlijn van zo'n molenkoets gekregen. En eerlijk gezegd, heb ik dat ding al lang genoeg onder vuur gelegen. Ik wil nog het woord nog geven aan de heer Louis Ooyenkrom, kunsthistoricus Knoet Soest. Oude kram is het, Harry. En dan vraag ik gelijk aan Greet, hun plaatselijke assistente, om het eerste attribuut op te halen voor een grondige studie. Ja. Ik ben aan de buurt, Greet. Wat moet ik ophalen? Een 18. Greet, door dat ding bij Niel hangen, dat wist ik toch vanzelf. Marcus, ik was door jullie. Ik ben er einde van het boek. Dat zijn mannen van die tijd. Ik moet het goed slaan. Ik heb al zijn leven gevreugd. Dan pak de vaas bij zelf alle voetmerkers hier op. Jongen. Deze vaas is afkomstig uit de beroemde en befaamde Groevaartscollectie. Het porselein waarin van vervaardigd is, werd in deze streken veel gebruikt. De maasklei was een belangrijke grondstof voor dit porselein. Dit kun je ruiken. En zelfs proeven. En verder denk ik dat deze kan als waterkan op een wastafel actief is geweest. Is hij dat nu nog? Ja, nee. Is hij bij ons onder het logeren? Dat is Marcel, het schaarste kan ik niet zo. De huidige waarde is al ongeveer 5 euro bedragen. En schoen 50 euro. Weet, ik geef dat even terug aan de heer Herder voor wil je. Trouwens, wel een mooie Franse naam. U komt toch toevallig niet uit Frankrijk? Ja, nee. Ik heb gewoon een kelpenhoer. Nee, ik ben een goede komaaf. Ja, dat ben ik. Samen gooien. Wat is dit van man? Nee. De gok staat onder, het is afgelopen. Die was zelfs de tijd gehad. Zitten. Ik zit door, Jefke, nog een doos met je prullen bezig hebben. Geef, al dicht die doos van Jefke eens even op. Beste Harry, ik verwacht er veel van. Sinds Colby van Veurenoord en zelfs Oeteroord. Ja, Greet! Wat heb ze nu toch? Kunt u toch? Ik moest eens die doos toch hebben. Jongen, schrijf je zorg. Laat maar liggen, Greet. Want als ik het zaakje van hieruit bekijk, dan schal ik het geheel op 40 euro. Zelf. Wat is dat voor een koperen ding daar? Ja, Louis. Dat is nu wel goed te horen. Een graad van de Kruis en nog een laaien.
met Jill Driebergen samen wat wij toen van zo'n moeder hebben gekregen wie we trouwtje. Zeg maar eens aan. Geert, haal dicht dat schilderie van Steen zijn schoonmoeder gezet. Ja. Ik ben tegen mijn schoon, hè. Ben Stingel, die is mijn moeder. Die woont helemaal in slecht echt. Geert, het schilderie dat Steen door me Steen op mijn schoot. Die kost wel bloontje. Nou, dat is nog eens een mooi exemplaar van een fraai geschilderd eet- en drinkfestijn. Geheel in barokstijl op het doek gebracht en alles in een mooie laat-gotische lijst. En het geheel is geschilderd door de bekende streekschilder S. van Luc. Inderdaad een mooi exemplaar. Maar Ren, wat levert je op? Nou, dan denk ik dat ik toch al snel aan een 7 à 8000 euro moet denken. Wow! Ja, Overigens, ik zie dat het haakje ontbreekt. Dat de schroefdraad is beschadigd in het garagepoort. Dat is erg jammer, want de uiteindelijke waarde zal nu zakken tot een 30 à 40 euro. Dat is erg jammer. Wat lief, meneer Rooie Rommel? Omdat het haakje er niet aan zit en de schroefdraad is geredeneerd, is het geen bul meer waard? Dat is toch zwaar. Ja. Dit programma gaat altijd gepaard met teleurstellingen en emoties. Maar ik begrijp jouw gevoelens, Steve. Oh, dat was je niet net van kale hoor, dat is helemaal niet. Het schip is helemaal niet om het geld. Echt niet. Dit zit veel dieper. Niks rustig, hè. Als ik geweten had dat Jill Drie van Sjoerdmoeder niks aan je opgebracht. Pas misschien wel helemaal niet meer tegen trouwtje is. Rustig momentje, rustig momentje. Meen ik dan niet net? Jongen. Ze zuurste maar dat hij ook perkind heb ik in de kunstwereld. Alan? Ik heb nog even verleden hoor. Ik ben in de buurt. U bent al geweest. Mensen, verstoor je toch om me heen. Niet halen is aan de beurt. Ik leg dat u alles in leven plaats. Dit bord heb ik proeven op persoonlijk gevoel van een schoon buurt. Volgens mij is het van de vurige boeren geweest. Van het zuurde oort en de hoed. Je weet dat dat belangrijk is. Geert, al in telder die mil is op. Meneer Versleten kwam door zijn expertise dus op los kan laten. Wat ga je ze nou weer doen, Geert? Ja, als ten hier toch, dat ik zijn expertise was gelopen, dan zou ik ook van hier zelf kijken als dat in ons niet te snoet kan komen. Geert, doe me een plezier en pak den telder. Ja, u heeft gelijk. Het is inderdaad een interessant bord. Niet zo heel erg oud, maar met volgens mij een verborgen tekst die niet meer goed te lezen is. Maar wij hebben daar een trucje voor om het weer leesbaar te maken. Eens even kijken. Ja. Van harte bedankt voor de goede verstandhouding en vele hulp in de afgelopen jaren. Schutterij Sint-Toneel.
Dankjewel, Ja, en de waarde is eigenlijk alleen van emotioneel belang. Verder kan ik er eigenlijk weinig over zeggen. Jij wellicht wel, Harry? Harry? Ik kan wel met zekerheid zeggen dat het inderdaad van de vorige bewoners moet zijn. Ik zou zeggen, ik heb een soort plekje in die woning meer. Dat is goed. Ik heb voor dit de man voor de wagen van de burger. Maar
Er zijn wel heel wat ketsballen mee gestoten. Wees ook scheef. Maar dat komt volgens mij door het vele hangen op deze kussen. Door een zware persoon. Nee, niet echt een keu die door een grootmeester is gebruikt. Zeker niet. Yes.
stakkerskiet.